Nou, ik ben Walter Bisselink. Ik ben geboren en getogen Jutter. We zijn hier op het strand van Huis Duinen. Het begin van Nederland. Het Huis Duinenstrand is een superactief strand. De gemeente Den Helder heeft het ook betiteld als activiteitsstrand. Vroeger als kleine man was ik hier altijd al lekker bezig met aan het skimboarden, aan het buckyen, aan het powerkiten, vliegeren. En ja, altijd tot in de late uurtjes lekkere fotten. Het lijkt nog wel een beetje het onontdekte stuk strand van Nederland. Heel rustig, veel actieve mensen. Veel kanoën, veel surfers, veel katamarenzeilers. We hebben een hele grote katamarenclub voor Nederland. En ja, er zijn ook heel veel mensen met een bootje die lekker aan het waterskiën zijn. Wakeboarden, die lekker gaan recreëren. En al ga je meer naar het zuiden toe. Dus kom je bij Citadel, zeg maar. Dat is strandslag 3. Daar heb je veel helders volk wat uit Nieuw Den Helder komt die daar recreëert. Dus een heel stuk drukker. Nou, en hoe meer je zeg maar, naar het zuiden gaat, Julianendorp, veel kustrecreatie. Kanshoog, helemaal druk. En daar merk je al dat je hutje-mutje zit. Ja, en in de zomermaanden kunnen wij hier eigenlijk altijd ons ding lekker doen. Lekker sporten, lekker actief zijn en zonder dat daar een haan naar kraait. En vroeger ook lekker kampvuurtjes bouwen en 's avonds lekker barbecuen op het strand en tot in de late uurtjes. Uiteindelijk heb ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt en organiseer nu fulltime activiteiten. Voor evenementen, actieve evenementen voor bedrijven, particulieren en scholen en instellingen. Dat is begonnen met de strandtent hier op de achtergrond. Ik heb 7 jaar terug heb ik de strandtent gepacht van de eigenaar. En kreeg daaruit de vraag om voor vrijgezellenfeestjes wat activiteiten te doen. Daarnaast met de strandtent ook wat grote feesten georganiseerd. Maar je merkt toch dat hier de cultuur gewoon is, weet je, doe maar gewoon, dan doen we al gek genoeg. En laten we ons lekker een biertje drinken, 's avonds op het strand, het liefst met een klein kampvuurtje. En dan, dat is eigenlijk gewoon hoe de sfeer is van het Huis Duinenstrand.